daar zijn we weer. Dames en heren, van harte welkom bij Baronie TV. Rondje Baronie. Je kent het inmiddels, het programma voor de derde keer vanavond. We zitten weer pomvol met gasten. Het is hier nou al gezellig in de studio. Agezinhet en Tijdhet komt deze kant op. De Archimedesstraat in Breda. De NATV. Je bent van harte welkom in de studio. Het is gratis. Je kunt hier lekker een biertje kopen. Je kunt hier lekker een zakje chips kopen. En je kunt lekker kijken hoe zo'n programma nou eigenlijk in elkaar wordt gezet. We hebben vanavond hartstikke leuke gasten. We hebben Bart en de Turfvaders. We hebben Marco Korenbrits. Jan Koevoet komt langs. En natuurlijk hebben we ook heel veel verslagen van optochten uit de regio. Allereerst, je kunt ook nog gaan twitteren. Dat doet je met hashtag BaronieTV. En dan komt jouw berichtje hier live in de studio binnen. En dan gaan we straks wat berichtjes uitlichten en laten zien. En dat is leuk, want het is landelijk. Dus gisteren hadden we mensen uit Nieuwegein. Goes hadden we. Friesland is al geweest. Dat kan dus allemaal. Je kunt ook nog uw filmpjes uploaden naar de BaroTube. Dat is ook altijd leuk. Je kunt skypen. Dat doe je door uw app aan te klikken op uw telefoon en dan even op zoek te gaan naar Baronie TV. Dan kunnen skypen, dan kunnen voor 1 minuut live verslaggever worden met uw moderne telefoon in de kroeg waar je staat. En dat zenden wij dan direct uit. En dat zijn allemaal dingen die we vanavond gaan zien en gaan horen. We beginnen met de eerste verslaggever en dat is Ted van den Hogen. Die komt nou naar me toe. Ted, goedenavond. Kom er maar eens in, jongen. Ted is onderweg. Ted is waarschijnlijk op de fiets. Ja, hier is hij. Hier komt hij. Kijk uit voor het opstapje. En als je naar beneden gaat, is het een afstapje. Nee. Ted, goedenavond. Goedenavond allemaal. Hoe is die? Heerlijk. Gaat die goed? Ja, zeker. Ziet er nog goed uit na vanavond dat we al 3-4 dagen onderweg zijn. Ja, precies, precies. Maar ik heb het gewoon ontzettend naar mijn zin in Potterschuitersland, de Haaikant, de Vaterland. Ja, nou dat is mooi toch? Wat gaan we vanavond zien, Ted? We gaan vanavond kijken naar de grote finale. Er zijn de 3 kernen van Geert Ruitenberg. Ramzonk, Ramzonkveer en Geert Ruitenberg bij elkaar dus. Dus echt een verbroederingsfeest. Okay. En daar gaan we dadelijk naar kijken. En dat gaat allemaal goed? En dat gaat heel goed. Ik heb zelfs op het einde van de optocht moeten daar maar eens kijken. Zie je een confetti carousel. Heb ik persoonlijk nog nooit gezien. Okay. Zo'n ding wat op zijn kop staat en dan draai je rond en dan zie je in één keer allemaal confetti. Ik vond het heerlijk om ertussen te zitten. Het is weer eens wat anders, hè? Confetti. Ja. Okay. Ja. Ja. Nou, we gaan kijken, Ted, naar de grande finale. Hebben ooit een grote faan gezien? Nou, hier hebben de grootste faan van de KOR, de carnavalsorganisatie Ramzonksveer. Als begin van de grote optocht van het Vaterland. En hier zien we de jeugdprinsenwagen met jeugdprins Yannick en prinses Marloes. En het ver bruist. Is het motto van 2013 in het Vaterland. Het ver bruist. De vrienden van het Veerse carnaval. Die delen de plezierjuryformulieren uit. En ze ondersteunen de KOR met de jaarlijkse grote bijdrage. Die was dit jaar €6.111 plus nog €500 extra. Kijk, daar heeft de KOR wat aan. De prijzerkist nummer 11 in de optocht. In het ver beginnen ze niet bij 1, maar bij 11. En zo hoort het natuurlijk, want het ver bruist. CV de Schrijverkers uit Potterschuitersland. In de groep jeugd 5 tot 14 jaar, 8 personen of meer. De Schrijverkers hebben 800% leut. Laat die champagne maar bruisen is hun motto. Vorig jaar zijn ze 6e geworden. En de Schrijverkers zitten in het jeugdbouwproject van de KOR. Dit jaar hebben ze een platte kar geleend van de Laaileeuwkes en in de bouwhal gebouwd met 22 bouwers. Op nummer 13 zien we de gladiolen in de categorie kleine groepen. Ook de gladiolen clowns laten het bruisen. Vorig jaar zijn ze 4e geworden. Op nummer 14 CV de speer in de categorie kleine wagens. De brandweer bruist weer. Op nummer 15 de loltrappers uit het Potterschuitersland. Loltrappers hebben al 800 jaar koffieleut. Maar ook in het Vaterland bruisen ze natuurlijk. Nummer 16, de Party Boys. De grote wagen uit de regio, uit Potterschuitersland.
De skiën bruist in het ver. Vorig jaar zijn ze vierde geworden in de categorie grote wagens in het ver. Gisteren in Pontscheidslaan zijn ze derde geworden. We zijn benieuwd wat ze hier vandaag doen. Volgend jaar bestaan ze 11 jaar en dan gaan ze knallen. Dit jaar doen ze het een beetje rustig aan. Maar ik zie die skiën hier toch flink op en neer gaan. Dus waar is er nou zo rustig? Ik ben benieuwd. Op nummer 17 komen de feestmutsen aan. Die bruisen met een mooie zwembad. Een goed lopend zwembad zelfs. In de categorie jeugd van 5 tot 14 jaar. Aan de overkant van de straat zien we ons jeugdraad van Pottenscheiterslaand. En prins Brian en zijn mooie prinses Emma. Ieder jaar komt de jeugdraad in de Vaanteland even kijken naar de optocht. Die is natuurlijk iets groter dan in Pottenscheiterslaand. Op nummer 18 de Gattenhappen uit Pottenscheiterslaand. Hun bloed bruist. En dit jaar doen ze mee met een grotere wagen en een grotere groep dan normaal, omdat ze al 800 jaar leut hebben. Dat is zo bijzonder voor hun dat ze nou ook bewegende delen op de wagen hebben. Ze hebben een mooi dansje, een hele leuke act die ze gisteren in Pottenscheiterslaand helaas niet konden doen omdat de muziekinstallatie het niet deed. En nou hebben ze van de Lammetak de muziekinstallatie kunnen lenen. En nou, je ziet het, ze kunnen het nou wel. Jammer als je zoveel voorbereiding hebt gedaan en het lukt dan niet. Gelukkig hebben ze nog een herkansing hier in het Vaanteland. Job, job. Dankjewel meneer. Oh heerlijk. Op een bruisend Vaanteland gaan alle evenementen hand in hand. Vorig jaar zijn ze tweede geworden in de categorie grote wagens. Ze hebben dit jaar het Blair concours gewonnen. Hun thuishaven is Totaalcafé De Praktijk. Dus als je mee wilt zien van job, job. Dan kunnen we terecht in de praktijk. De jeugd heeft de toekomst. Glitter en glimmer aan de voorkant en aan de achterkant en er bovenop. Een hele mooie pop. Die draait. Heel leuk gemaakt jongens van Chop Chop. Nummer 20, Zeeveden Vissenpissen in de categorie jeugdgroepen 5 tot 14 jaar. Hun motto is het verbult. Ook de Vissenpissen zitten in het jeugdbouwproject van de KOR, van de carnavalsorganisatie Raamsdonksfeer. Vorig jaar zijn ze vijfde geworden en ze gooien nu naar een eerste plaats. Nummer 21, CV OK in de categorie kleine wagens. Deze komen uit een Haaikant uit Raamsdonk. Gisteren hebben ze dus ook al alles uit de gokkast gehaald. Het is, ik vraag me af of er nog wel in zit.
22 CV de Taptrappers uit de Nijkant. Met een prachtige, prachtige creatie. Bam, woesh, knal. Captain Confetti strijdt voor een bruisend vers carnaval. Vorig jaar zijn ze tweede geworden in de categorie Wagens uit de regio. En wat mij betreft gaan ze nou voor een eerste plaats van een schitterende wagen. De kleine Faant, schuifwagen van de Kor. Hiermee collecteren ze voor het prijsgeld voor de publieksprijzen. De collectanten, dat zijn CV de Reuzenkleuters. Dus geef met gulle hand voor de optocht van het Kaarvatenland. Nummer 23, wij drieën. In de categorie kleine groepen. Wij drieën bruisend is hun motto. Vorig jaar zijn ze eerste geworden in deze categorie. Kijk, de mevrouw die wordt eventjes aan de accu gelegd. Gaat dat wel goed komen? Op nummer 24 in de categorie grote wagens, CV de Leuthappers. Vorig jaar zijn ze vierde geworden. Carnaval van, zie je wel. Het ver bruist van het doek is hun motto. Op 25 CV de Faant in de categorie jeugdgroepen 5 tot 14 jaar. Mee we bruisend Faantes op, zetten wij het ver op zijn kop. Vorig jaar zijn ze eerste geworden en ze hebben de publieksprijs gewonnen. CV de Lapzwaanse in de categorie Wagens uit de regio. Ook deze komen uit de Nijkant, uit de Raamsdonk. Wij halen Alice uit de kast. Mooie danseresjes, dansers en een mooie grote wagen met Alice in Wonderland bovenop. Uit de kast komt natuurlijk uit het motto van de Nijkant. In het ver bruist het, maar ook Alice bruist in het Vaterland. CV de Deurdraaiers. In de categorie grote wagens. Die komen ook uit de Highkant. De ruimte bruist. We zien aliens en allerlei figuren. Goed dan bij die wagen. En ook hun hebben weer een hele mooie grote wagen erbij. Ja. Zou jullie ook vrienden willen worden van Baronie TV? Ja. Ja? Ja. Hebben voor jullie een put om? Wie gaat hem dragen? En jij voor mij een sticker. Op nummer 29 de dwaallichten met als voorzitter hier zo. Voormalig Prins Leen uit het Lionland van de Nijkant. Ze doen mee in de categorie grote groepen van 8 personen of meer. Hun motto is: dwalend naar wat bij ons past, zien wij het licht en bruisen wij uit de kast. Ja, beste mensen hier op het Kaanverlaat. De nieuwe Haaikaanse carnavalsvereniging, CV de Dwaallichten. We hebben gisteren het licht gezien. Vandaag zijn ze op zoek naar de muziek die bij hen past. En hopelijk komen we weer bruisend uit de kast. En hopelijk
We beginnen met een rustig carnavalsmaaltje. Laten we rustig beginnen met carnaval. Ze zoeken een muziekje die bij hen past. Op nummer 30. In de categorie wagens uit de regio. Uit Potten-Scheiterslaan, de Laaileeuwkes. Hun motto dit jaar is: Den Berg bruist al 800 jaar. Ze hebben een hele gevarieerde groep van kraampjes, danseressen en natuurlijk een prachtige wagen. De Laaileeuwkes zijn gisteren in Potten-Scheiterslaan met deze wagen eerste geworden. En vandaag zijn ze 11 meter hoog gegaan. In Potten-Scheiterslaan mogen ze maar 7,5 meter hoog. Hier in Vaterland mogen ze 11,5 meter hoog. Er is een heel stuk tussen gebouwd en dit tot groot genoegen van een ontroerde voorzitter, Bart. Die het gisteren bij de prijsuitreiking te horen kreeg dat dit vandaag ging gebeuren. Het was een mooi moment. Een heel mooi moment om te zien dat deze wagen nou zo mooi hoog door de straten van het Vaterland gaat. De biljarthangers op nummer 31. De biljarthangers die bestaan dit jaar 22 jaar. Dat komt omdat ze maar één bestuurslid hebben. En alle beslissingen daardoor ook unaniem worden aangenomen. Ze vieren feest op nummer 32, de Playboys. In de categorie grote wagens. Hun motto is: als de magie in de lucht lijkt te zweven, bruist het ver en komen trollen en elfjes tot leven. CV de Playboys bestaan dit jaar 11 jaar. Ze zijn ontstaan omdat ze niet meer met hun ouders in de optocht wilden lopen. Inmiddels zijn ze uitgegroeid tot een groep van bijna 30 man. De afgelopen jaren werden ze afwisselend tweede, derde. En in 2009 hebben ze de prijs voor de mooiste wagen gewonnen met als toen een thema circus. Vorig jaar waren ze derde. En met zo'n mooie grote wagen laten we hopen dat ze eens een keer eerste worden. Het is ze gegund. Als je 11 jaar bestaat, dan mag je eerste worden. In de categorie individuen en duo's. Hoe meer wij er kunnen strikken, hoe meer het ver bruist, is hun motto. Vorig jaar zijn ze eerste geworden in deze categorie. Hallo, hoe is het met jou? Dat jij hier bent, wat leuk. Ja, toevallig hè. Ja, het is al de 45e keer dus. Echt? Ja. Had jij geen ander werk? Ze beginnen eraan te winnen, denk je. CV de Klompenstoempers uit een haaikant op nummer 34. Glitter en glimmer en veel flair, gaan wij bruisen door het ver. Vorig jaar hebben ze de eerste prijs gewonnen hier in Vaterland. En uiteraard gooien ze daar nu weer naar. Met een prachtige, prachtige, glitterende creatie. Mooie dansgroep, mooie kleuren, mooi verzorgd, prachtige wagen. Let ook op die details van die bewegende delen bovenop die kar. Op 35, vers vooruit. In de categorie grote groepen van 8 personen of meer. Vers vooruit laat de Fata Morgana bruisen. De Faanse Morgana. Vorig jaar zijn ze tweede geworden. Op nummer 36, CV De Faant. Vorig jaar hebben ze voor de 7e keer op rij de eerste prijs gewonnen. Hun thema dit jaar is Etoile non de Yo. Je ziet op de grote wagen ook een heel mooi beeld staan van Jo van Strien. Ontzettend knap nagemaakt. Hij lijkt echt als twee druppels water. Jo van Strien natuurlijk van de Riverside Co Band. Hier in het ver en omstreken heel erg bekend. En
geliefd. Dit was de optocht in Vaandeland 2013. We gaan nu terug naar de studio in Breda. Dat heb je goed gedaan, Els. Prachtig verslag van Els Domini. En Els Domini is morgenavond live hier in de studio aanwezig. Dus als je Els live aan het werk wil zien, moet je morgenavond ook kijken naar Rondje Baronie. Ondertussen loopt de studio gezellig vol met mensen, gasten en andere carnavalisten die onderweg waren naar huis van de grote optocht in Kielegat. Je bent van harte welkom bij de NATV in de Archimedesstraat in Breda. We gaan eens eventjes kijken en live overschakelen naar Ted van den Hoogen. Nee, sorry, Henny Brandt. Henny Brandt. Ted is net weg, tuurlijk. Henny, ben je daar? Ja, ik ben er zeker, Ronald. Ja, daar is hij. Hier vanaf achter de markt in Kaaiendonk. Ik zie het. We hebben natuurlijk gisteren onze optocht gehad, maar we hebben vandaag weer een mooi spektakel gehad. Onze boerenbruiloft. Er is natuurlijk weer getrouwd, want ja, trouwen hoort daarbij. En wat is er bij trouwen nog meer? We maken er een feestje van. We gaan eens even kijken hoe dat is gegaan vanmiddag. Boerenbruiloft 2013. Graag geef ik als allereerst het woord natuurlijk als ontzettend hoog uit minus de 12e. Smel naar Rinnekes, hier bij Lekkertina. Hatsjekie! 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 Ja, hij begint een beetje te slijten, dat hoor je wel. Sorry, Lekkertina niet. Katina, je tapas natuurlijk. Bedankt weer voor jouw gastvrijheid. Smel naar Rinnekes. Wat is het toch lekker als je zo'n bomvolle bruiloft
feestend binnenkomt lopen. En dat je weet dat voor jou de beste plekken gereserveerd zijn. Dat is altijd wel fijn natuurlijk. Zo, de getuigen hebben gehoord. En die geven de graas dat er leutig wordt voor je handen en drinken. Dus daar gaan we het maar voor doen. Ja, maar mag ik aan jullie vragen, luisteraar, of dat je een plan bent om eigen terug te trekken alsof het niet. Wil je eigen terugtrekken? Dan kijk dan ook eens maar nee. Ja, ons gezin inmiddels is de tweede weg. Ik vind het allemaal gezellig. Geef dan maar eens antwoord op de volgende vraag. En het eerste met antwoord ja. Ja, dus wilde jij uw boezemvriendin Henry nemen als uw lieve, verdruikzame, verzorgzame, verdraagzame en verzorgzame bruid. Ja, dus was er op haar jouw antwoord. En zullen jij haar trouw blijven totdat de smulder en de gij tot de grond toe zijn afgebrand en hun daarna de vrijheid weer teruggeven? Nou, dat was een bescheidenheid. Ik was even bang dat hij nee zou zeggen. Maar hij zei toch ja. En Henry, wilde jij uw Janus nemen als carnavalsbruidegom? Ja, wat? Gelukkig. En zulde jij uw eigen rokken nemen met gedragen? Ja. Dat is niet goed. En zulde jij elk klasje bier mee hem nemen? Omdat jij elk klasje bier mee hem zal delen. Je bent een getrouwd gek. Nou, dat is mooi, dat is klaar. Janus en Henry, geef elkaar aan de rechterhand. De rechterhand. Dat is waar de... Ja, dat is goed. En dan zeg ik... Janus en Henry, laat de ringen maar komen. Bij deze, finiment, bij deze. Ja, ook hij het ze bij, hoor. Nou, helemaal in stijl, nou, we gaan eens even. Ik zie mooi twee kickforsen. Dat kan ook geen toeval zijn, zeg ik dan. Ik ben mooi, ja hoor. En dan ook, mag bij Janus komen ze. Ja. Laat het maar eens even zien. Aan al die mensen hier. Maar dan verklaar ik als ambtenaar van de burgerlijke stand, Janus en Hendrien hier bij een huwelijk vol schijn hebben gesloten, was getekend Kaai en Onk, ten 11 februari 2013. Ik heb wacht een draaien voor het kussen, ik wacht een ruit kussen. Dit jaar echt is een mooie, ja, ik denk dat we, zoals het uitziet, het mooiste jaar wordt van alle jaren dat we hier bij Katina de boerenbruiloft houden. En ik wil nogmaals ook de OCS bedanken. Oké, dit was dan de boerenbruiloft van Kaaien ook natuurlijk. Ik ga nog even een paar leutempeltjes in, jongens. Ik zie jullie misschien vanavond nog wel. Ik ga weer terug naar de studio, naar Ronald. Ronald, ben je er al? Ja, natuurlijk ben ik er. Dankjewel. Geweldige reportage van de boerenbruiloft in Kaaiendonk. En we zien Henny vast nog wel terug. Je kunt twitteren en dat doe je door hashtag BaronieTV. En dan komt jouw berichtje straks hier op de monitoren te staan. En dan lezen we daar stukjes uit voor. We hadden gisteren hele leuke berichtjes. Je kunt verder filmpjes uploaden naar de BaroTube. Dat doe je via de website. Evenals vrienden van BaronieTV kunnen voor €5,55 worden... En dat is hard nodig. Neem dat maar van mij aan, want het kost een bom mee duiten. Er klapt nou iets uit elkaar, zie je wel. Goed, wij gaan eventjes boodschapjes doen. We zijn zo bij u terug.